straks aan een tocht beginnen. Vervolgens zal hier een steen ingemetseld worden. U ziet het allemaal al klaarstaan in de ruïne. Er is een steen uit de ruïne van Sint-Walrick in Frankrijk. Die is naar Nederland gebracht. Een steen die we er hier uitgehaald hebben, zal naar de ruïne van Sint-Valery du Somme worden gebracht. Daar staat een abdij van de Benedictijnen, ook van Sint-Walrick. En dat zal zo meteen nog door Bram Schouten geregeld worden. Het is de bedoeling dat wij over 5 jaar met onze mannenvereniging gaan proberen om naar Frankrijk te rijden. Dat is een beetje het idee, dat gaan we ook wel proberen uit te voeren. Maar de pastoor en de voorzitter van Stichting Baat en Borg, die hier over de ruïne gaat, die willen nog even een momentje hebben voor het publiek. De sequentie van Pinksteren, het is vandaag eerste Pinksterdag. Die zullen we even in een paar regels zingen om even recht te doen aan deze bijzondere gelegenheid hier op Sint-Walrick. Ja. Veni Sancte Spiritus et emite celitus, lucis tui radium. Veni pater pauperum, veni datum munerum, veni lumen cordium. Consolator optime, dulcis hos pes anime, dulce refrigerium. Nou, prachtig. Ik zou graag namens het parochiebestuur van de 12 apostelen ook willen zeggen dat ik het ontzettend mooi vind hoe dit nu loopt. En dat de kerk dus nog steeds levend is. Zelfs zo levend dat wij verbinden met heel de natuur. Erg mooi en heel veel dank voor onze pastoor Alois van Veldhuizen. Kan iemand even helpen? Ik ben aan het. Abdij uit Frankrijk, uit Valéry, dat hij hier een plek heeft in deze kapelruïne en dat wij de steen weer terugbrengen naar Frankrijk als een uitruil van materiaal waardoor wij de band met de historie van Valéry proberen in stand te houden. Ik vind het een hele nuttige zaak dat het op deze wijze gebeurt natuurlijk. Deze plek die trekt toch nog altijd pelgrimages aan.
Hier staan twee bomen waar lijfgoed ingebonden mag worden. En mensen hebben nog steeds het vertrouwen om bij koorts of bij ziekte hier een stuk lijfgoed in te hangen. Nadat men op pelgrimstocht geweest is, in de hoop dat men daar een stuk rust en genezing bij zal vinden natuurlijk. Ik vind het ook bijzonder dat de rijvereniging dit initiatief heeft genomen. En ik wil de rijvereniging feliciteren met dit jubileum. Met dit jubileum. Ik hoop dat de menvereniging nog vele jaren in activiteit mag bloeien en groeien natuurlijk. En dat we hier op Walrijk elkaar nog af en toe mogen ontmoeten. Maar ik vind dit een heel bijzonder initiatief. Gefeliciteerd met het jubileum en bedankt voor jullie initiatief dat we hier een bijdrage hebben geleverd aan de historie van dit oeroude monument. Dankjewel. Ik nodig jullie uit. Er is zometeen koffie en thee en een heerlijk borreltje uit Frankrijk, uit de streek van Sint-Walrijk. Het is mogelijk om kaarsjes zometeen te kopen en aan te steken en die maar ook op de rand van de ruïne neergezet worden. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Hartstikke fijn. Ja. Ja.